Ik ben vandaag voor 100 dagen 100 banen in een onderhoudsloods van KLM. Ik ben vandaag de-icing monteur. Nou, dat lijkt me echt super cool. Dit is Alan en jij bent de-icing monteur. Als ik aan de-icing denk, dan denk ik een beetje aan die antivries die je in de winter op je autoruit spuit. Zit ik dan goed? Ja, bijna. Het is alleen voor vliegtuigen die, als ze vroren heeft buiten, dan mogen ze niet opstijgen voordat het gede-iced is. En ik ben monteur van de machines. Als er storingen zijn, dan moeten wij dat zo snel mogelijk verhelpen. Ja, want die vliegtuigen moeten de lucht in natuurlijk. Ja, zo snel mogelijk. Let's go. Wat gaan we nou precies met die stopwatch doen? Nou, we gaan de boomsnelheden controleren. Er zijn vaste tijden. Mm-hmm. Dat heeft de KLM vastgesteld van binnen hoeveel seconden die van boven naar beneden moet. Mm-hmm. En binnen van links naar rechts. Oké. Ik ga wel bijna bij jou op schoot nou. Hoe hoog gaat hij eigenlijk? Weet je hoeveel meter? Hoog. Ja, heel hoog. Ja, hoog? Ja. Oh jee. We hebben een error. We starten nou niet neer, toch hè? Nee. Dat is een story. Zo, ja. Ja, het is veel te snel, 14.02. Ja, deze machine heeft iets te veel Red Bull gedronken. Ja. Nou, er waren best wel wat storingen. De boomsnelheid was niet goed. We gaan nu naar de garage. Ik heb allemaal reuze gereedschap gevonden. Dat hebben we niet nodig. Waar kijk je nou naar hier? Even kijken of ik iets al zo kan zien. Misschien brandstoflekkage. Zie je dat het stekkertje los zit en dat is weer brandstoffilter. Gaan we nou de boomsnelheden doen? Hoe ben je er nou opgekomen om dit te gaan doen? Hier heb je niet echt eigenlijk een opleiding voor. Ik heb automonteur gedaan. Ja, dan kom je hier dus wel helemaal anders dan auto's. Ja. Maar de basis is wel hetzelfde. Okay. Lukt het? Ja, we zijn bijna klaar. Oké. Wat vind je nou het leukste gedeelte van je beroep? Ja, dat is dan toch de winterperiode. Dus moet ze gedi-iced worden, dan staan we daar ook wel eens van 5 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags, 5 uur. Wij zijn er echt bij. Als ze stuk gaan, dat we gelijk zo snel mogelijk repareren. Ice. Deze moet zijn? 24, 26. Ja, hij is precies 26, dus hij is goed. Ja. Hij is goed. Je moet natuurlijk heel flexibel zijn qua werktijden. Ja. Echt een zo'n mentaliteit. Veiligheidsvoorschriften zijn heel belangrijk. Ja, en het teamwork. Ja, en je moet natuurlijk als de-icing monteur gewoon altijd je hoofd koel houden.